Het is een food magazine, ja, wat het al zegt, voor de food, voor het eten, voor het drinken. En die hebben wij ja, eigenlijk neergelegd voor onze horecarelaties. Dus onze horecazaken in Harderwijk, Ermelo, Putten en omgeving. En we hebben een magazine ervoor gemaakt, zodat de consument thuis, dus de gasten voor de horeca, dit eens door kunnen bladeren en eens kijken van, hey, waar gaan we vandaag eens eten? Of wat is er allemaal in de regio te doen? Nou, dit is de eerste uitgave. We zijn van plan om in ieder geval 4 keer een uitgave te doen. En dan meestal met de 4 seizoenen van het jaar. Zodat we daar ook een mooie combinatie van kunnen maken. En ja, zo deze pagina, of deze editie die heeft 52 pagina's. Maar het is nu al een succes. Dus we gaan nu al over de 70 zoals het er nu naar uitziet. Dus hij wordt wat dikker. Dus hij gaat nog meer opvallen. Ja, zodat iedereen alles kan zien. Nou, dit is daadwerkelijk voor de gasten van de horeca. Dus de consument die thuis dit kan lezen bij de kapper, in het tankstation of bij het tankstation. Maar ook gewoon in de horeca zelf. Overal is het gewoon te verkrijgen, is het te zien. De hotspots, zeg maar, in de regio. En wij hebben een afspraak met Herman de Blijker kunnen maken dat hij ons een 4 keer per jaar, dus eigenlijk ook weer rond de seizoenen, gaat ondersteunen middels workshops-achtige demonstraties, laat ik het zo neerzeggen. En ja, we zijn er trots op dat we dat voor elkaar hebben kunnen krijgen. En ja, daar zitten wel wat verbanden in dat we wat samenwerkingen met elkaar gaan doen, maar dat is heel divers. Zijn aandeel is het voorwoord wat hij aangeeft en daadwerkelijk dat zijn gezicht op de voorkant prijkt. En ja, meer eigenlijk is daar niet in. We zijn zo vrij om te laten zien wat we willen schrijven. Je mag er heel veel over zeggen voor wat betreft de komende samenwerkingen. Voor nu hebben we gekozen voor Herman en dat is wederzijds. En ja, wat de toekomst zich gaat brengen, hoe succesvol het is, ja, we zullen zien welke chefs er nog allemaal gaan volgen. Maar het kan heel divers zijn. Wat wil jij de ondernemers die in het blad staan, of de horeca-ondernemers die hier allemaal staan, heb je daar een hele mooie, goede tip voor? Ja, wat is tip? Het is gewoon je ding goed doen, je focus houden zoals altijd. En of dat nou Harderwijk is of Rotterdam of in Maastricht, dat maakt geen reet uit. Wat je op je kaart zet, overtuigend op tafel zetten, er helemaal achter staan en geen trucendozen toepassen en je gasten niet in de maling nemen. Dan zul je altijd overleven, denk ik. Kwaliteit geven.